is op 100 meter van het startpunt. De start is gevallen. Grootveld is op pad en ze doen er niet allemaal in de goede gang. Een galopade van start af voor Cindy Hill. En ook een galopade van Carino R. Die loopt weer. Ook op zijn achterstand geraakt. Ukira. Uitgeschakeld nummer 3. Galop 3 uitgeschakeld. Akira Koetshoeven. Ze gaan de paarden die eens de bocht in. Leiding is in handen van Abe Migliore. Tweede aan de buitenzijde gaat nu naar voren Zilvervlinder. Derde aan de relingzijde daarachter ligt John de Leeuw. En John de Leeuw rijdt California Dream. Ze gaan de paarden de rechte lijn overzijde in. Driedik komt aan de buitenzijde Anne K. naar voren. En daartussenin loopt nog Cadiz. Daarachter aan de relingzijde volgt dan Rob van Toren. En Rob is onderweg met Antoine Leblanc. Zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde door. Zagreus, de favoriet, ligt op dit moment in het middenveld. En de opening was 1:19:3. De baan is niet snel vandaag. De baan is nat, plakt een beetje. Maar daar heeft Cadiz op dit moment geen last van. Die ligt vooraan. Cadiz op plaats 2 daarachter. Zilvervlinder aan de reling. Derde aan de buitenkant Anne K. Vierde plaats daarachter is voor John de Leeuw. En John heeft Californian Dream. Californian Dream in het tweede spoor. Aan de relingzijde daarachter ligt Abe Migliore. Daarachter in het tweede spoor gaat nu mee naar voren. En die schuift makkelijk op. Zagreus. Zo komen de paarden de rechte lijn voor de tribune in. De eerste 6 paarden hebben we genoemd. De anderen liggen daar allemaal vlak achter. Tempo ligt zeker niet hoog. En de leiding is in handen van Cadiz. Cadiz, paard dat voor een overwinning staat. Aan de buitenzijde een grote outsider, Anne K. En zo komen ze voor de tribune langs. Tweede tussentijd was 1:18:9. Eerste kilometer in 1:19:1. Zo gaan we de laatste ronde in. Leiding in handen van Cadiz. Tweede is Anne K. Derde Zilvervlinder. Vierde aan de buitenzijde Californian Dream. Vijfde schuift makkelijk op Zagreus. Zesde aan de relingzijde is Abe Schermer. Zevende ook aan de relingzijde Antoine Leblanc. De achtste plaats is voor Adios. Negende Carino R. Tiende plaats daarachter voor Koffiewel. En de elfde en laatste plaats voor Bliksem A. Zo hebben ze allemaal een keer genoemd. Zijn ze weer in de rechte lijn overzijde. Nog altijd een lengtevoorsprong voor Cadiz. Daar komt de aanval aan de buitenzijde van Zagreus. Zagreus gaat driedik naar voren. Er gaat een deelnemer achter hem aan. Dat is Adios. Zagreus schuift hard op aan de buitenzijde. Komt nu uit op plaats 2. Berry Swartz heeft hem inmiddels ook gezien. Die ligt nog altijd vooraan met Cadiz. Cadiz leidt. Zagreus op plaats 2. Derde tussentijd was 1:20:6. Cadiz aan de binnenkant. Zagreus aan de buitenzijde. En de rest van het veld vlak daarachter. Op plaats 3 aan de relingzijde nog altijd Californian Dream. En zo zijn de paarden halverwege de laatste bocht. En Zagreus komt steeds dichterbij. Zagreus nu helemaal naast Cadiz gekomen. Daarachter komen andere paarden naar voren. Die gaan op dit moment voor de plaatsen. Carino R is daar ook bij. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Uitgeschakeld nummer 8. Galop 8 uitgeschakeld. Leiding is overgenomen door Zagreus. Zagreus en André Bakker. De man die vorige week 4 keer won. Hij gaat vandaag met een overwinning beginnen. En een valpartij in de laatste rechte lijn. Rijdeloos paard, maar we gaan het allemaal net halen tot de streep. Zagreus gaat hem winnen. Zagreus voor Cadiz en Californian Dream. Deelnemers, past u op. Rijdeloos paard, past u op bij het stalterrein. Vooral bij het hek, want daar gaat hij nu heen. Niet tegen het hek aanstaan, want hij kan zo de hoek omdraaien.